ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat. Het is een eind bij ons vandaan, daarom gaat de karavaan. We zijn bij Speeltuin het Noorden en vandaag wordt het 75-jarig bestaan gevierd. Nou, het is een hele drukke dag geworden, hè? Ik ga met Jan en Arie praten. Ja, inderdaad fantastisch, zo de opkomst is. We zijn uiteraard drukdoende geweest om bekend te maken de afgelopen maanden dat 14 september het feest begon. En op 16 september dat het dan een dag is voor kinderen, voor iedereen uit de wijk, gratis toegang. En men krijgt bij binnenkomst ook een strippenkaart waar kinderen dan een ijsje op krijgen, popcorn kunnen maar krijgen, limonade krijgen, zodat het voor de kinderen echt gratis is. Ja, en hebben jullie dat expres gedaan, dat het gratis is voor de kinderen? Ja, ik bedoel, vandaag de dag moet je daar best wel rekening mee houden. En het is één keer 65 jaar dit jaar, dus dan mag je wel wat extra doen voor de kinderen. Nou is het zo dat jullie nu het 75-jarige bestaan vieren, maar het bestaan van de speeltuin is niet altijd even zeker geweest, hè? Nee, dat klopt. En heel vervelend kan dat af en toe nog eens niet zeker blijken te zijn. We hebben natuurlijk in het begin te maken gekregen dat de Rijksweg hier gemaakt werd. We werden vanaf het spoor verplaatst hier naar het kanaal. Toen kregen we te maken met bezuinigingen. En daar hebben we nu weer mee te maken. We hebben een toezichthoudster 3 dagen in de week. Die wordt gefinancierd door de deelgemeente. Deelgemeente Noord is de eerste deelgemeente die stopt met de financiering daarvan. Dus wij lopen het risico dat dadelijk vanuit de koepelorganisatie onze toezichthoudster overgeplaatst wordt naar een andere speeltuin. En wat dan? Dat zou in kunnen houden als we dat niet met vrijwilligers kunnen bezetten, alle dagen, dat we niet heel de week open kunnen zijn. Ja, dus het 75 jaar bestaan, aan de ene kant een feest en aan de andere kant gewoon onzekerheid. Ja, dat is het ook. Want er zijn toch een trouwe, die hadden best nog even door willen gaan, maar die mogelijkheid wordt ze niet gegund. En dat is wel jammer. Wat vinden jullie er nou van dat het altijd zo onzeker is? Is de speeltuin belangrijk in de wijk? Ik denk het wel, hè. Het is wel zo'n sociaal een stuk contact wat je hebt met de kinderen en de ouders. En dat raak je kwijt. Dus ja. En het voordeel wat wij natuurlijk hier hebben, wij heten Speeltuin het Noorden. De wijk heet inmiddels het Oude Noorden. Dat krijg je als je 75 jaar bent. Maar we hebben hier een tuin waar een hek omheen staat. Dus kinderen kunnen hier vrij spelen zonder last te hebben van uitwerpselen. Moeder die kan vooraan bij de zandbak zitten. Het kind kan heel de speeltuin verkennen. Moet altijd, als ze naar buiten willen, door datzelfde laantje moeten ze terug. En daar zit Ma. Dus het is ook echt veilig. Ja. In tegenstelling tot sommige andere speelplekken. Als je in de wijk kijkt, daar is het heel vervelend ook dat de wat oudere jeugd wat dingen kapot maakt. En dan kom je met speeltoestellen in aanraking waar je inderdaad een blessure op kan lopen. Dus de speeltuin moet blijven? Ja, wat ons betreft al 75 jaar. Dus wat dat betreft open de energie is. Ja, om dat allemaal te kunnen organiseren met oud-vrijwilligers. Dat is wat we zien natuurlijk. Ja, dat is altijd lastig, want je kan niet altijd op vrijwilligers rekenen natuurlijk. Nee, dat is het punt natuurlijk. Je zou haast zeggen in deze tijd met veel werkeloosheid, maar zelfs dan is het moeilijk om nieuwe vrijwilligers te werven. Ja. En dan is een betaalde kracht, tussen aanhalingstekens, die de zaak aanstuurt, dat is een welkome situatie natuurlijk. En een welkome situatie of misschien ook nodig? Wij roepen nodig, maar je moet dat vertalen richting de politiek, dat het wel een begrijpbare situatie blijft. In ieder geval, vandaag is het succes. Dankjewel. En leuk voor de aandacht dat je toch hier op dit jubileum even langskomt.